37 jaar geleden werden de eerste schoten gelost te Mungo. En dat was het begin van 7 jaar lang nog. Binnenlands conflict tussen het Nationaal Leger en Jungle Commando. Meneer Jameson was heel jong en hij was in die branding. Meneer Jameson, wanneer is het eigenlijk begonnen? Breng ons even terug. We hebben maar 5 minuten, maar ik kan nakwamtje samenvatting. Oké, goedemorgen Suriname. 37 jaar geleden, 20 juli, 10 uur in de avond, zijn 12 militairen gegijzeld te Stokkers-Ijver met een gestolen pick-up van OWNV daar in de buurt. En na een pick-up de Marij de Mangona Albina hebben ze Akontuvelanti kazerne aangevallen. Dus de eerste schoten werden in de vroege ochtend van 21 juli gelost op Post Albina. En daar is dat ding begonnen tussen het Nationaal Leger en Jungle Commando, 37 jaar geleden. Was dit verwachtbaar of was het een verrassing? Het was een verrassing, omdat wij niet gefocust hadden op gijzelingen van militairen en al dat soort toestanden. We beheren wel over roofovervallen, bankroof van Adesandati, maar militaire situaties hadden wij helemaal niet verwacht. Ik was aan het einde van mijn VAO en plotseling ben ik stoppen VAO, gotek pos en mijn eerste detachering was Carolina toen der tijd. Ja, en Suma begeisselde man? Jungle Commando onder leiding van de heer Ronnie Brunswijk. Ja, ja. Unom Fredef Kardening, omdat na geschiedenis en a geschiedenis, unom aan verdoezel a geschiedenis, nooit moro in saio do. Het gaat in de geschiedenisboeken moeten worden opgenomen. Ja, en kent u de namen nog van de mannen van het Nationaal Leger die gegijzeld werden? Ik ken niet allemaal. Ik heb wel een paar. Yankee Persat Singh bijvoorbeeld. We hebben Hoetli gehad. We hebben, ja, minusap alle de nemen, maar toch, Yankee Persat Singh en Hoetli zijn me bijgebleven. Moro Mandema. Ontslaat u me om die namen nu te gaan opnoemen. En daar is het begonnen. Nu liever 37 jaar geleden. Morgen is een Nationale Vrije Dag, maar we weten dat uw organisatie de gevallenen gedenkt, samen met het ministerie van Defensie. Wat gaat de organisatie morgen doen? Alhoewel, ik moet dit ervan zeggen, we zijn een beetje teleurgesteld in hoe zaken lopen en hoe zaken zich voltrekken. Omdat wij sinds jaar en dag vanaf het begin van deze situatie hebben wij geopperd dat 21 juli de dag moet zijn waarop wij de 72 militairen die zijn gesneuveld tijdens het binnenland gewapend conflict moeten gedenken. De man bevindt niet dat de man horen op 8 augustus. We hebben toch geprotesteerd daartegen en uw actie aan 21 juli. En vorig jaar heeft Defensie het goedgekeurd dat hij AD trong 21 juli. Maar plotseling weer dat de regering kondig was aan voor 21 juli dat het een Javaans nieuwjaar wordt. Dus het leger heeft sowieso zijn stappen moeten wijzigen om te komen tot een organisatie voor AD dat die de man verschuiving gaat naar 24 juli. Dus zo te zien, de man is spanning een groep zodat die zijn doen mee naar binnenlandse oorlog. Mm-hmm. Het gaat meer om genotsbeleving, zo zien wij dat, dat na eigenlijke conclusie nou, genotsbeleving is belangrijker in deze samenleving en meer nog voor de regeerders om zaken als het ware te verdoezelen en genot naar boven te halen. Dus dat na een gevoel zou je bekruipen. Ja, en wat gaat uw organisatie doen? Wij gaan vanmiddag, ik heb wat voorbereidingen getroffen. En om het feit dat die Tamara Nawang Nationale Feest deed, heb ik begrepen van mensen die tenten verhuren dat de meeste tenten bezet zijn. Dus uno normaal vindt een tent. Dus ik ga straks, wanneer ik van hier ga, toch nog even kijken of niemand vindt een tent, want precies is nou een Tjuang. Maar we gaan vanmiddag bij het monument zijn, alleen, zoals we doen de vorige jaren,
voor Abwamching, Nahuaka, Comité, Tamara Mating. En dan, we doen, hoe zeg je dat? En dan gaan we dan de dag afsluiten tegen 11 uur, 12 uur morgen. Dus vanmiddag hoe laat? Vanmiddag vanaf 4 uur zijn we bij het monument. Daar aan de Grafenbergstraat. Ja, tot morgenochtend. Tot morgenochtend. En tot morgen 12 uur? Tot ongeveer 12 uur, zodan wordt dat pas aan. Oké. We doen dit omdat wij al de toezegging van Defensie hebben gehad. Ja. 21 juli, Oesaba Scramble Sambe de vorig jaar met alle beschuldigingen. Takubi Wante Kazerne, Abranang en de Zoutsandati. Wij gaan die uitdaging niet uit de weg. 21 juli voor ons is 21 juli en het blijft zo. Ja, het wordt vreedzaam. Het wordt vreedzaam. No een protest, no de. We gaan doen dat we kapu denken. De Sansa u habita papira na notaris. Daarover gaan we een beetje praten, babbelen en kijken. We kan bereiken een compromis. En dan zien we wel wat het wordt. Maar bij deze wil ik de ex-militairen oproepen. De mensen die zich betrokken voelen met de militairen, met ons. Komen jullie daar naartoe? Kogo potwan bromtje dape wies van of de mensen zijn er niet meer, maar hun nabestaanden die zijn er nog. Voeru voor de man, die de man bedien systeem, waren hun vrouwen thuis. Trouwen bedien verwachting, abtien geboren kon anoshen panoitete, tangan noete. Dus we vergeten de mensen niet. Vanmiddag, vanaf 4 uur zijn we bij het monument. Voedingen meki, drinken op city. Dus er is een scala aan voorbereidingen die worden getroffen. Dus mensen, voelt u zich vrij om daar te zijn vanaf 4 uur. En dat we brokadete, Tamara, rond 12 uur, dan sluiten we het geheel. Dank u wel, meneer Waldo Jameson.